Geachte aanwezigen, raadscommissie, college, publiek op de tribune, pers, mensen die thuis met ons meekomen, van harte welkom op de raadscommissie van 1 februari 2016. Ik meld afwezig de heren Koetsier en de heer Nijkamp. Meneer Koetsier namens het CDA en meneer Nijkamp namens de ChristenUnie. En heb daarmee de opening gehad. Ga over naar punt 2, spreekrecht burgers. Daar zijn geen aanmeldingen voor, dus daarmee ook agenda punt 2 gehad. En ga ik over naar vaststellen van de agenda, agenda punt 3. En we hebben 2 agendapunten op de agenda staan. En ik stel voor om het zo te behandelen zoals voorgesteld. Ik zie geen reacties, dus daarmee uw instemming. Dank. En daarmee gaan we over naar de reconstructie Rechteren-Zuurdijk. Er wordt voorgesteld kennis te nemen van het rapport Reconstructie Rechteren-Zuurdijk-Dalfsen van verkeerskundig bureau BVA. Punt 2, te besluiten dat de passeerstroken aan de noordzijde van de Rechteren-Zuurdijk worden aangelegd. En punt 3, het college op te dragen de herinrichting van de Rechteren-Zuurdijk in uitvoering te nemen. Dat is het voorstel. In september vorig jaar is besloten om voor de Rechteren-Zuurdijk een erftoegangsweginrichting aan te leggen. En van de raad wordt gevraagd een besluit te nemen dus over de aanleg van passeerstroken. Het college heeft de voorkeur voor de noordzijde. En als de raadscommissie in meerderheid passeerstroken aan beide zijden van de weg wil, zal het besluit daarop moeten worden aangepast. Er is een reactie ontvangen van Veilig Verkeer Nederland. Die is als aanvulling nog op het raadsinformatiesysteem geplaatst en kan de raadscommissie bij de afwegingen betrekken. Daarnaast heeft de fractie van gemeentebelangen nog een aantal technische vragen gesteld. Ook deze zijn toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem. Meneer Laroy is aangeschoven als ambtelijke ondersteuning. En ik stel voor om het voorstel in 2 ronden te behandelen. Eerste vragenronde en de informatieve ronde heet dat formeel. Daar kunt u vragen dus stellen en daarna de opinierenronde. Er is een filmpje. En van de 2 varianten is een visualisatie gemaakt in de vorm van een filmpje. We kunnen dit filmpje helaas niet aan de mensen thuis laten zien. Dat is echt, vind ik, heel jammer. Maar het filmpje zal later online worden gezet op de website, zodra de raad een keuze heeft gemaakt. Op dit moment kunnen de mensen op de website al wel een aantal screenshots zien. Dus zeg maar een soort foto vanuit het filmpje. En die plaatjes staan onder stap 16. Ik heb het niet gecontroleerd, maar ik neem aan dat dat helemaal in orde is. Wordt geknikt aan de overkant. Dus ik stel voor om eerst het filmpje in te starten. En dat zal de griffier doen. Er zit geen geluid bij. Er zit geen geluid bij. Dus we gaan al pratend de adviezen van de vormgever zien. Voor de mensen thuis, wij zien nu het filmpje. En u mag kijken en klikken naar de plaatjes onder stap 16, voor zover dat mogelijk is. Ik heb begrepen dat het filmpje ongeveer 5 minuten duurt. Dit was hem. Dank u wel voor de visualisatie. Voor de mensen hier aanwezig, die hebben kunnen zien wat het plan is in varianten. Variant 1 is dus aan de noordzijde en variant 2 is dus aan beide zijden passeerstroken, zo het heet. Tot aan de bocht. Ik wil de vergadering vragen, zijn er vragen vanuit de commissie? Meneer Royakkers, D66. Ik heb een vraag. En dat is namelijk of het college argumenten kan geven waarom ze tot variant 1 hebben besloten. Omdat ik die argumenten niet zozeer terugvind in het stuk. Terwijl zowel het adviesbureau BVA als BMW zelf, als Veilig Verkeer Nederland afdeling Dalfsen, alle 3 zeggen dat variant 2 verkeerstechnisch en qua veiligheid de beste variant is. En toch heeft BMW voor variant 1 gekozen zonder dat ik dat, behalve dan een klein financieel voordeel, andere argumenten zie. Misschien kunnen ze daar even op terugkomen.
Heldere vraagstelling, meneer Rooijakkers. Verder nog vragen? Meneer Raamaker, gemeentebelangen. De eerste vraag is, die sluit aan bij de heer Rooijakkers, die had ik ook. En dan Veilig Verkeer Nederland, de afdeling Dalsen, is die ook betrokken bij dit onderzoek of is die is later de brief gekomen richting college? Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Schuring, VVD. Ja, voorzitter. Nou, we hebben in eerste instantie een tijd geleden gehad over doorstroming en vervolgens was veiligheid een belangrijk punt. Dus ik deel de vraag waarom er dan toch voor het aangegeven minder veilige oplossing nummer 1 gekozen wordt ten opzichte van nummer 2. Die 25 meter per passeerhaven, ik zag op de plaatjes voorbij komen dat er een vrachtwagen en een auto achter kan en dergelijke. Maar is die 25 meter ook getoetst bij transporteurs? Daar heb ik niet echt wat over terug kunnen vinden. De reactie met betrekking tot de opmerking van Veilig Verkeer in Nederland ben ik ook wel erg benieuwd naar. En een andere vraag die nog een beetje open bleef bij mij. We gaan nu aan de noordelijke zijde in het voorstel, maar het waterschap heeft daar wat over gezegd. Dat ze daar niet zo'n voorstander van was. Graag daar nog een reactie op hoe dat zit. En het laatste stukje, de toetsing met de partijen van derden voor eventueel de tweede variant, is daar al over gesproken. Landschap, Overijssel, landgoed, rechteren, waterschap, ik lees vergunningen en langere doortijden. Maar zijn er al voorschotten opgenomen? Is dat realistisch? En is die 2 maanden, waar is dat op gesloten? Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. De fundamentele vraag is al gesteld door een aantal fracties. Waarom komt het college tot een andere afweging dan de adviseurs, Veilig Verkeer Nederland? We hebben het voorzichtig even geduid dat beide een ruime voldoende hebben gekregen. Alleen de ene iets hogere dan de ander. Maar het zou graag nog van het college bevestigd zien. We horen zojuist dat slechts één van de twee filmpjes op de website gaat komen. Ik vroeg me even af waarom. Ik vind nou juist het kader van de transparantie van onze besluitvorming belangrijk dat ook inwoners, belanghebbenden, beide filmpjes zouden kunnen zien. Dat ze ook kunnen zien welke van de twee gekozen is. Maar misschien heb ik net het verkeerd gehoord. Of is verkeerd geciteerd. Zou kunnen. Ik sluit me aan bij de vragen die al gesteld zijn. Op één dingetje na. Ik heb ook het rapport niet zo goed kunnen lezen of in de zuidelijke variant. Dus de zuidelijke, ook talud gemaakt. Wat het ook betekent voor eventueel van het talud afgeleiden. Wat daar de risico van is dat mensen toch te veel meer op de weg gaan staan. En misschien daardoor wel niet zo'n goede functie is voor de haven. Tot zover in eerste termijn, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag. Geen vragen vanuit de ChristenUnie. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, de meeste vragen zijn inderdaad al gesteld. Voor ons is ook heel zoeken geweest van wat heeft nou gemaakt dat er een ander collegevoorstel ligt dan het advies wat er eigenlijk onder zit. We hebben dat geprobeerd te duiden en ik lees het ook een beetje terug nu, want die had ik nog niet gezien, in de schriftelijke vragen die gemeentebelang al heeft gesteld. En daar zou ik ook wel een antwoord op willen. Is het zo, kan het ook zo zijn of is het wellicht zo dat is ingeschat dat de medewerking van rechter helemaal niet zo'n vanzelfsprekendheid is en dat daarom is gekozen voor een wat meer zekere route. Is dat de overweging geweest die de doorslag heeft gegeven? Dank u wel, meneer Wildvank. Verder zijn er geen vragen aan de orde. Dan wil ik meneer Van Leeuwen als portefeuillehouder de vragen voorleggen om te beantwoorden. Ja, dank u wel, voorzitter. Dus één onderdeel, dat zou ik toch even straks aan de heer met uw goedvinden Laroy willen doorgeven. Want die heeft vanmiddag nog contact gehad met het adviesbureau. En toen zat ik in Zwolle. Ik weet wel wat daar uit is gekomen, maar het is denk ik best als hij er even op antwoordt. Een hele goede vraag, meneer Rooijakkers. Voor zover je daar een waardeoordeel over kunt geven. Maar terecht dat u vraagt van nou, hoe komt het college nou tot deze afweging? Een van de redenen werd al door uw collega de heer Wildvank naar voren gehaald. Namelijk, hoe zeker is het dat landgoed Rechteren hier zomaar aan mee gaat werken? Nou, dat weten wij dus niet zeker en dat is bepaald een van de onderdelen geweest voor ons om
voor veiligheid te kiezen. Te zeggen, als we het dan willen, dan moeten we dat ook doen aan de noordkant. Dat kunnen we snel realiseren, want met het waterschap zijn we eruit. Daar zijn al proefsleuven gegraven en dat was verder akkoord. Waarom snel realiseren? Ja, we zitten weer met die vogelrichtlijn. Als de Raad deze maand beslist, dan kunnen we nog proberen om dat voor het broedseizoen te gaan beginnen met het verwijderen van die 7 bomen. Want dat zit er ook weer aan te komen, een nieuw broedseizoen waarin je niks mag doen. Hoewel het slechts een zeer beperkt invloed heeft, het is ook iets goedkoper, deze variant. Want je hoeft niet een enorme hoogte te overbruggen en er hoeven geen duikers geplaatst te worden, er hoeven geen damwanden geplaatst te worden. En je zult ook op termijn geen last hebben van het nazakken, want grond die in een sloot wordt aangebracht, die gaat altijd, heeft de neiging om toch te gaan nazakken. Het risico door de heer Uitslag benoemd van het eventueel afglijden of juist wat meer op de weg blijven staan van verkeer, ja, dat is ook niet denkbeeldig. Het afglijden overigens, dat zou met behulp van hekwerk voorkomen moeten worden. En voor wat betreft de verkeersveiligheid, daarover heeft met name de heer Larooy nog even contact gehad met het adviesbureau. Intern, onze verkeersadviseurs zijn van mening dat er eigenlijk nauwelijks een verschil zal zijn. Want op dit moment, in de praktijk, zijn ook de meeste passeermogelijkheden aan de noordkant al gevestigd. En zie je dan ook dat het verkeer vanuit Dalfsen de rechtdoor rijdt en dat men aan de andere kant meer die uitwijkmogelijkheid zoekt. Dus intern hebben wij daar een iets ander beeld bij. Maar daar zal de heer Larooy zo nog even op teruggaan. Tevens ook hoop ik dat hij even op de vraag van VVD in wil gaan over de 25 meter of die getoetst is. Waterschap zijn we mee in overleg geweest, zijn we in principe mee akkoord, dus dat is volgens mij duidelijk. Oh ja, maar één filmpje op internet, nou, dat is zeker niet onze bedoeling. Dus ik kijk nu even met opgetrokken wenkbrauwen naar de griffier. Ik zou er ook wel voor voelen om allebei erop die te zetten. Die wijst naar de meneer Larooy, misschien dat hij een toelichting kan geven daarop. Dat was het wat mij betreft even, voorzitter. Dus als u het goed vindt, dan zou de heer Larooy nu verder kunnen. Ja, even direct bij het laatste onderwerp over de film. Uitgangspunt was natuurlijk, en dat is het nog steeds, een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces. Gedachtegang was heel pragmatisch van als de Raad uiteindelijk een keuze gemaakt heeft over welke variant, dan zetten we die op de website. Maar ik ben ook net zo pragmatisch dat als de Raad, als u zegt, we hebben er toch voorkeur voor beide varianten, dan zorgen we daarvoor. Dat is geen enkel belemmering wat dat betreft. Ten aanzien van de 25 meter, de lengte van de passeerstroken, we hebben nadrukkelijk het adviesbureau de opdracht gegeven gewoon goed te kijken naar doorstroming en passeerbaarheid voor voertuigen. Ze hebben ook in hun rapport dat toegelicht door met name te kijken op waar zitten eigenlijk de knelsituaties. Dat is bij grote voertuigen. Ik ga er ook vanuit dat zij die lengte goed gecheckt hebben. Ik wil dat voor de zekerheid nog expliciet navragen. En dan zou ik dat u schriftelijk kunnen beantwoorden. Maar goed, in principe heeft het adviesbureau naar gewoon ook de technische lengtes, breedtes en dergelijke gekeken. Ten aanzien van de veiligheid. Dat staat ook inderdaad in het rapport genoemd door het adviesbureau. Het is natuurlijk enige nuancering wel op zijn plaats. Want er komen weliswaar 6 passeerstroken met een lengte van 25 meter. Dat betekent dat er, als je ongeveer uitgaat van zo'n kilometer traject, dat er 850 meter eigenlijk qua profiel ongewijzigd blijft. De bomen blijven staan, de hoge bomen blijven staan en de weg profielbreedte blijft gelijk. Onze indruk is dat dat niet zo'n groot verschil geeft dat er ineens heel hard gereden gaat worden op de Rechtersdijk. Dat zal eigenlijk op dezelfde manier blijven zoals het nu is. Omdat er
beide varianten toch heel dicht bij de huidige situatie blijven. Dus ons gevoel is van, het kan, het is een theoretische aanname ergens dat het een verschil is qua functionaliteit van de weg, dat je verschillende attentieniveaus hebt. Maar de indruk hoe dat in de praktijk uitwerkt, denk ik van, het is misschien het verschil tussen een 7,5 en een 8. En beide is goed. En dat is dus eigenlijk wel een beetje de afweging die hierin zit. Ik hoop daarmee voldoende beantwoord te hebben, anders hoor ik het nog. We gaan het horen. Ik ben nog één vraag vergeten te beantwoorden, mevrouw de voorzitter. Meneer Van Leeuwen. Want gemeentebelangen, de heer Raamaker die vroeg of VVN, Veilig Verkeer Nederland, ook betrokken was bij dit traject. Nou, Veilig Verkeer Nederland is, net als een aantal andere partijen, uitgebreid betrokken geweest bij het voortraject. Om de raad tot te helpen om tot een besluit te komen. Vervolgens is er een opdracht aan dit bureau gegeven om het nader uit te werken. En daarbij is Veilig Verkeer Nederland niet meer betrokken geweest. Maar in het voortraject zijn ze uitgebreid geconsulteerd. Dank u wel voor deze aanvullende beantwoording. Kan ik nog iemand... Meneer Schuring, VVD. Ja, dank. Dank voor de toezegging om het 25 meter nog eventjes uit te zoeken. Ik weet... Nee, daar staat in het rapport inderdaad wel iets dat ze gekeken hebben naar, maar ze hebben niet specifiek geformuleerd dat die 25 meter uitgezocht is. Het zou ook kunnen zijn dat die 25 meter gebaseerd is op de situatie om zoveel mogelijk te hoeven, zo min mogelijk te hoeven veranderen. En dan komen we meteen bij het volgende punt. Het waterschap heeft de toezegging of heeft de medewerking verleend, of hoe dat werd geformuleerd. En een eerdere sessie heeft het waterschap nogal wat rumoer opgeworpen, zeker aan die noordelijke kant. Moet ik dan nu beluisteren dat er in principe aan de noordelijke zijde in de situatie zoals die nu geschetst wordt, relatief weinig verandert, anders dan dat er verhard wordt wat er nu is? En als dat zo is, voelt het dan toch een beetje als de optie 6 niks doen, anders dan verbeteren van de huidige situatie. Maar die laten we dan maar even. Ja, dat is toch mijn persoonlijke invulling. Meneer Schuring, mag ik vragen wat uw vraag dan is? Nou ja, of ik dat goed... Ik zag een knik, sorry. Ik zag een knik dat ik dat zo mag lezen. Dat er in principe niet zo heel veel verandert ten opzichte van de huidige situatie. Maar graag een bevestiging daarvan. U zag mij wel knikken, maar dat was niet om in te stemmen met dat er niks verandert. Oké, nou dan graag daar het antwoord op. Ja. Ik hoorde net eventjes iets tussen de bedrijven door met aan één zijde dat de doorstroming vanaf Dalfsen naar Ommen, zeg maar, doorloopt. Maar ik las ook in het verslag dat er een verschil is tussen de ochtend- en de avondspits. Dat het de ene kant op in de ochtend drukker is en de andere kant op de andere kant. Of is dat ook nog meegenomen, het verschil van de verkeersdruk met betrekking tot de oplossing? Want we kiezen dus duidelijk één kant. Hoor ik u nu pleiten voor spits? Meneer Van Leeuwen, ik wil graag eerst even de vragen inventariseren. Links geen aanvullende vragen als reactie op de antwoorden? Ik kreeg een reactie van hoe dat Veilig Verkeer Nederland, die was nu niet benaderd, maar u heeft zelf de brief gehad. Mijn vraag is, wat vond de wethouder van deze brief? Dank u wel voor deze vraag. Rechts nog vragen, aanvullende vragen op de antwoord. Meneer Van Leeuwen. Wat vond u van de brief van Veilig Verkeer Nederland? Ik denk dat Veilig Verkeer Nederland, afdeling Dalfsen, duidelijk maakt waar zij voor staan. Namelijk dat zij de verkeersveiligheid een warm hart toedragen. Daar is de vereniging natuurlijk ook voor. Maar ik sluit me toch wel aan bij wat de heer Laroy gezegd heeft. Dat je het iets genuanceerder zou moeten bekijken. Of iets een 7,5 of een 8 is, of een 7,5 of een 8,5. Ja, daar kun je over dan van mening verschillen. Het bureau gaf vanmiddag ook aan van, ja, dat een interpretatieverschil is. Voor het overige een prima brief. En de verstandhouding met VVN is ook uitstekend hoor, hier in Dalfsen. Waterschap, we hebben daar ploegsleuven mogen graven om te kijken of het mogelijk is om die passeerstroken aan de noordzijde te realiseren.
Daar verandert dus wel degelijk iets. Er worden 7 bomen in totaliteit worden daar geveld. En op dit moment, ik neem aan dat u daar ook wel eens overheen bent gekomen. Op dit moment zie je dat er graskeien liggen over een breedte van, wat zal het zijn, 1,40 cm. Dat wordt dus uitgebreid. Op die plekken waar die graskeien al liggen, zal die verharding ook gaan komen. Die plekken zijn zorgvuldig gekozen om zo min mogelijk bomen te hoeven vellen. En in die zin verandert er dus wel degelijk iets, want de passeerbaarheid zal aanzienlijk toenemen. Dank u wel voor de beantwoording van de vragen. Mag ik u vragen om uw opinie? Meneer Rooijakkers, D66. Dan mag u vragen, voorzitter, en die geef ik graag. Op de eerste plaats moet ik zeggen dat ik blij ben dat er een goede oplossing is die helemaal overeenkomt met wat wij oorspronkelijk wilden. Ik ben het dan ook absoluut niet eens met de heer Schuring dat er niets verandert. Er komen 6 langere en goede en verharde passeerstroken die ook met borden worden aangegeven en met bewegwijzering op de grond. En er gaat daar 60 kilometer weg. Dus het feit dat de VVD nu zegt dat er niks verandert, dat vind ik toch wel jammer. Dat is een van mijn opinies. Een andere opinie richting college is dat ik denk dat inderdaad beide oplossingen kunnen. Maar ik geef verreweg de voorkeur aan oplossing aan 2 zijden, omdat dat toch verkeerstechnisch misschien dan is het verschil tussen een 7,5 en een 8. Maar dan vind ik toch een 8 beter en dan vind ik het relatief geringe extra kosten daartegen opwegen en ook het eventueel wachten van een paar maanden meer. Altijd nog te bezien of dat het niet handig is om een voorschot te nemen op de medewerking en de bomen alvast te kappen. Maar in elk geval, dat is mijn mening en ik denk dat het gevoel wat de heer Loa en anderen hebben, dat het niet zo erg veel uitmaakt. Uiteindelijk zijn het toch een paar deskundigen die hebben beweerd dat het verkeerstechnisch veiliger is om aan 2 zijden te doen. En mijn gevoel zegt dat als je uit richting Dalfsen komt en je hoeft helemaal nooit uit te wijken en al die parkeerstroken zitten aan die andere kant, dat je denkt ik kan lekker hard doorrijden want die anderen die moeten maar uitwijken. En dat dat nou net de reden is dat het misschien beter is om aan 2 zijden die uitwijkstroken te hebben. Maar dat heeft dus mijn voorkeur en daar ga ik ook voor stemmen. Maar ik ben evengoed blij met überhaupt een van deze 2 oplossingen. Helder betoog. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan het college over het duidelijke advies. Het filmpje heeft, maakt veel helder, veel duidelijk. Helder rapport ook wat eronder ligt. Dat geeft een goede basis om een besluit te nemen. En het is ook leuk om, of fijn om dat vanavond te kunnen doen. We waren eerst instantie even op zoek naar de locatie van de havens, want het is echt een beetje zoeken aan de hand van het filmpje, dan kun je ze een beetje voelen waar ze komen te liggen. Ik kan me voorstellen dat het voor de buitenwacht ook handig is om dat op een andere manier wat beter te duiden, waar ze komen, als het maar platte grondje is. En dan rest eigenlijk dus de afweging van de passeerhavens aan één kant of aan beide zijden. Beide zijden heeft een voordeel voor de verkeersveiligheid. Het zal veiliger zijn. Maar we hebben juist op dit stukje weg meerdere elementen in het oog schoten nemen. En een daarvan is ook het aangezicht. Hoe wordt die dijk beleefd? Van op de dijk, maar ook als je langs de dijk gaat via de trein of van het station komt. En daar zie je dan ook een aantal uitsteeksels in die dijk komen. Van ook 25 meter lang, waar die dijk toch echt ontsiert. Helemaal als daar weer een hekwerk hier bovenop komt te staan. Dus ik denk esthetisch. En juist op dit onderdeel van de weg, daar waar veiligheid misschien wel een beetje beter is, maar ook wel niet de ene onvoldoende en de andere voldoende is, dat we die zeker moeten meenemen. Kostenaspect en snelheid van realiseren. Na een paar maanden zou ons niet heel ernstig zijn overkomen. De €27.000 op dit traject, op dit kostenplaatje. We hebben wel eens over grotere bedragen of kleinere bedragen heel moeilijk gedaan. Hier geen element van overweging.
dat risico van het zuidelijk tulut heb ik al even benoemd, dat mensen die misschien dan toch wat minder ver op gaan rijden en daar dus toch een onveilige situatie gaan ontstaan, dat de passeerbaarheid toch weer moeilijker wordt, heeft ons doen besluit om de noordelijke variant, dat is de variant die het college voorstelt, ook te ondersteunen. Met een paar aantekeningen erbij. En het is eigenlijk het allerbelangrijkste is de zichtbaarheid. Er zijn nu op de weg een aantal dingetjes getekend. Dat is duidelijk, dat is voor iedereen duidelijk, daar komt wat. Maar met name in het donker zou ik echt willen pleiten voor misschien wel dezelfde verlichting die in het andere stuk zit. Maar wel een stuk minder fel, want het is nu gewoon echt schrikken als je eroverheen moet rijden. Zeker als het geregend heeft. Maar een soort van lichte verlichting dat je ook ziet, dat ook echt beleeft dat daar passeerhavens zijn. En dat je ook naar rechts kunt. En dan denk ik dat juist in het donker ook die noordelijke zijde een stuk veiliger voelt dan de zuidelijke kant. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik onderstreep graag even de opmerkingen die de heer Royakkers net maakte voor wat betreft het feit dat er toch echt wel wat verandert. Ik ben die mening toegedaan dat er echt wel iets verandert. Substantieel iets verandert zelfs, dus ik kan nu denk ik niet meer volhouden dat we niks doen. Ook al zou dat misschien beter uitkomen om te zeggen. En ik snap ook de aarzeling van het college met betrekking tot de mogelijke vertraging die er ontstaat. Want die is toch afhankelijk van de vraag of rechter ermee wil werken of niet. En dat vind ik wel een wezenlijk punt. Maar voor zover ik het nu kan overzien, zou dat toch ook niet onmogelijk hoeven te zijn. Dus, en dan laat ik toch even de voorkeur uitgaan naar de variant waarbij er aan beide kanten een aantal passeerhavens ontstaat. En variant 2 kost weliswaar iets meer, maar dat werd net ook al door het CDA aangegeven. Dat zou hier geen struikelblok hoeven te zijn. Het punt van esthetiek, wat ook door het CDA werd ingebracht, dat vind ik ook nog wel iets om even wat langer over na te denken. Aan de andere kant, ja, het komt nu voor het eerst even op tafel. Het college heeft kennelijk niet gevonden dat dat relevant was. Kan ook eigenlijk helemaal niet goed overzien of het echt zo is. Dus voor Zands ben ik van mening dat het voorstel aangepast zou moeten worden met naar de Noord-Zuid variant, noem ik het maar even. Of dat helemaal goed aangeduid is, weet ik niet zeker, maar ik geloof dat het college weet wat ik bedoel. Dus ik zou graag willen kiezen voor die Noord-Zuid variant. Variant 2 in het filmpje, begrijp ik. Dank u wel. Meneer Schuring, VVD. Ja, dank voorzitter. Nou, zover ik begrepen heb, is de medewerking van rechteren dan dus nog niet of nog niet getoetst of in ieder geval nog niet helder. Ik zou in dit geval zeker daar wel wat duidelijkheid in willen hebben. Dus laten we dat dan in ieder geval toetsen om te kijken of het die dat oponthoud gaat geven. Om optie 2 in ieder geval niet maar zomaar langs de kant te zetten. Want zoals iedereen gelezen heeft, is dat de meest veilige oplossing is. En dat was een van de belangrijkste kenmerken. En die paar euro's verschil, dat mag het verschil niet zijn. Dus de voorkeur van de VVD gaat, allereerst vonden wij doorstroming belangrijk, maar in dit geval blijft dan veiligheid over. Laten we dat dan ook vast aanhouden. Andere argumenten die daartegen zouden zijn, ik denk dat die beslist te cancelen zijn. Een klein puntje van onze kant was wel dat die beleiding op de weg op zich wel het geeft aan dat er wat gebeurt. Maar we kregen wel een beetje het idee dat het, hoe noem je dat ook weer, playing chicken. Op elkaar afrijden en dan vervolgens wie het laatste wijkt. De pijlen die sluiten recht op elkaar aan als ze niet afbuigen. Er is een rechter en een linker weghelft. Misschien is dat in de strepen, in de pijlen ook nog wat helderder te maken. Maar onze voorkeur beslist naar optie 2, Noord-Zuid of tweezijdig. Dank u wel, meneer Schuring. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, we hadden geen vragen in de informerende ronde, omdat we eigenlijk maar één vraag hadden, maar die beantwoordt zich gaande het proces. Dat was waarom zijn we er niet eerder aan begonnen. En we hebben al jaren, volgens mij, de positie dat we het college volgen in deze wijze van werken, omdat we dat zelf ook al hadden gezien dat het een slimme oplossing zou zijn. En dat doen we nog, we volgen het college in deze voorstellen. Daarmee dus de voorkeur voor de Noordzijde, begrijp ik. Dank u wel. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Nou, aan de visualisatie is gehoor gegeven, waarvoor onze dank. Ook de informatie.
En ook de beantwoording van het college vanavond dat aan de zuidzijde het een lang traject zal worden. Daar nemen we kennis van. De brief van Veilig Verkeer Nederland in eerste instantie vonden wij die ook heel sympathiek. En dat op een gegeven moment dan die snelheid er iets uit gaat. Maar als dat weer heel veel tijd gaat kosten, dan denk ik toch dat we kiezen voor de variant die het college voorlegt. Ja, iedereen gaat ervan uit dat dit al de definitieve vorm is. Maar misschien kan de wethouder ook nog iets meer zeggen van, is er bij het waterschap ook al een tipje van de sluier opgelicht van wat er verder achter weg komt. Dus ik ben zeer benieuwd als u al iets meer weet. Want ja, nu is het waterschap toch behoorlijk helder en snel met een antwoord. En dat was de vorige keer op 22 september was dat 5 voor 12. Dus ik ben even benieuwd van wat er verder al met u besproken is. Ja, goed. Wij hebben aangegeven destijds een nieuwe lanen en een weg ertussen met nieuwe bomen. Nou, ik hoop in de toekomst dat dat nog een keer de waarheid wordt. In ieder geval, destijds had het de meerderheid niet, dus daar leggen we ons dan bij neer. Maar ik hoop dat u met het waterschap nog zover komt dat er een nieuwe laan komt voor ons nageslacht. Dat ze kunnen zeggen van, er ligt een prima weg met een prima laan weer, goede laanstructuur. Net als de weg zeg maar richting Eerde achter Ommen. Nou, dat is een prachtige weg geworden en ik hoop dat we die in de toekomst ook nog in Dalsen krijgen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Raamaker. Daarmee concludeer ik dat er niemand meer is die het opinie hoeft te geven. Ik concludeer dat we een verdeelde raad hebben. En ik heb twee toezeggingen gehoord die nog uitgezocht gaan worden. En dat is in ieder geval de passeerstrook, de lengte van de passeerstrook. Dat wordt voor de zekerheid even nagevraagd. En er is een toezegging om op het raadsinformatiesysteem de beide filmpjes in varianten te plaatsen. En daarmee wil ik voorstellen om het raadsvoorstel zoals het voor ligt na de raadsvergadering door te sluizen. Oh, neem me niet kwalijk. Wil meneer Van Leeuwen nog reageren? Nee, ja, ik kreeg een vraag van de heer Raamaker. Maar ik kan u, ja, of ik moet u teleurstellen of ik kan u tevreden stellen. Ik ben net zo onwetend als u in deze. Het waterschap heeft aangegeven dat zij medio november denken met de eerste resultaten te kunnen komen van het nader onderzoek. En wij weten op dit moment niets meer. We waren alleen heel content met de bereidwilligheid om mee te werken aan het onderzoek naar de mogelijkheden aan de noordkant. Dat is het eigenlijk, meneer Raamaker. En ook... Ik hoop dat uw droom uitkomt. Dank u wel, meneer Van Leeuwen, voor het delen van uw droom. En uw reactie uiteraard. Waarbij dus de toezeggingen, die heb ik al geconcludeerd. En ook de conclusie dat we verdeeld zijn en daarmee het als een bespreekstuk naar de raadsagenda zal worden toegeleid. En daar de definitieve besluitvorming zal gaan plaatsvinden. Dank u wel voor uw inbreng. Voor uw vragen, voor uw reactie en voor de ondersteuning, meneer Leroy. En daarmee is agenda punt 4 van de agenda afgerond. Ik geef even gelegenheid om te wisselen van stoelen. Daarmee gaan we naar agenda punt 5, de toekomst van het WMO-vervoer, zoals het op de agenda staat. De raad wordt gevraagd te discussiëren over de koers die is uitgezet voor een andere opzet van het WMO-vervoer, waarbij ingezet wordt op een grotere rol van welzijnsorganisaties en de inzet van vrijwilligers. Daarnaast zal in regionaal verband een vervoersvoorziening worden georganiseerd. In juni 2015 heeft de raadcommissie al opinierend gesproken over de toekomst van het vervoer rondom de WMO. En de wethouder heeft toen toegezegd om terug te komen naar de raad met de inbreng die hij destijds heeft meegenomen. U wordt dus nu gevraagd om uw opinie te geven over de koers die is uitgezet, over die andere opzet van het WMO-vervoer. En het college zet in op een grotere rol van de welzijnsorganisaties, zoals u heeft kunnen lezen, en ook de inzet van vrijwilligers. En daarnaast dus een vervoersvoorziening. In regionaal verband. Meneer Bolhuis, welkom als ambtelijke ondersteuning.
En ik stel voor ook in twee ronden te behandelen. Graag eerst uw vragen en daarna de opinierende ronde. Wie heeft vragen omtrent dit onderwerp? Meneer Ellenbroek. Ja, voorzitter. Dank u. Er staat ergens in het stuk, in regionale verband, wordt een vervoersvoorziening opgezet voor maatwerk. Dit zou een risico kunnen zijn. Met name als dit een aanzuigende werking krijgt. En dan vragen wij ons af wat u hiermee bedoelt. Dank u wel, meneer Ellenbroek. Zijn er nog meer vragen rondom dit onderwerp? Meneer Wild van de Partij van de Arbeid. Ja, u zegt we gaan het in twee ronden doen, terwijl gevraagd wordt om te discussiëren hierover. Ik weet niet of dat helemaal met elkaar verdraagt, die twee variaties van behandelen. Maar goed, dus ik ga toch proberen een vraag nu te formuleren op datgene waar ik voor mezelf had opgeschreven. Wordt voorgesteld om het gebruik of de inzet van vrijwilligers fors te vergroten. Daar dus wat meer op te gaan leunen. En als je het stuk goed leest, dan zie je dat dat mogelijk hier en daar ook wel ten koste zal gaan van wat nu gewoon betaalde banen zijn. Is onderzocht of er een effect zal zijn op de reguliere werkgelegenheid? En tweede vraag is, omdat wij erg voorstander van zijn om het openbaar vervoer zoveel mogelijk intact te laten, zouden wij graag onderzocht willen hebben van in hoeverre het nou mogelijk is en wat ervoor nodig is om mensen met een beperking mee te kunnen laten reizen met het openbaar vervoer. Want in de achterliggende stukken wordt wel gesproken over hulpmiddelen, hè, slimme software en dat soort zaken, OV-maatjes. Maar is ook onderzocht wat mensen met een beperking nodig hebben om te kunnen reizen met het reguliere openbaar vervoer. Dat zijn even twee vragen die ik nu destilleer uit een stukje tekst dat ik voor mezelf gemaakt had. Dank u wel voor de vraagstelling. Mevrouw Ramerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. In de stukken die wij gekregen hebben, wordt weggeschreven dat we meer gebruik willen maken van vrijwilligers. En dat die vervoersdienst opgezet dient te worden, de regie door Landsteden of Zwol. Ik vind het nogal een hele taak die daar dan wordt neergelegd. Is dit al in de week gelegd? Ik ben wel nieuwsgierig wat de reacties daarop op zijn van deze instanties. Daarnaast, teruggekomen op die vrijwilligers, er zijn nu ook al, wat ook in het stuk staat, al groepjes in de kern die dit soort werkzaamheden verrichten. Ik ben wel benieuwd of dat straks als concurrentie wordt gezien of hoe men daar invulling aan gaat geven. Gaan we dat allemaal samenvoegen? En we hebben een tijdje geleden in Limburgveld al een pilotje gehad omtrent deze materie. En ik ben wel benieuwd hoe we de mensen betrokken houden bij dit hele traject. Omdat daar is wel een beetje doorgebloed op het eind. Dat was hem wel voor zover. Dank u wel, mevrouw Ramerman. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. Ik moest eventjes zoeken, want ik had het inderdaad in één geheel voorbereid. Ik wil graag aansluiten bij de vraag over het verdringen van werk. De vraag die door de PvdA is gesteld. Of dat een reële vraag is en wat u daarover kunt zeggen. En de andere vraag gaat over de welzijnsorganisaties. Er wordt steeds genoemd dat er een grote rol is weggelegd voor die organisaties. Maar er wordt weinig uitgewerkt. Welke eisen mogen gemeenten stellen? Hoe wordt kwaliteit gewaarborgd? Is er zoiets als een codegoed vervoer? We lezen daarover niks in het stuk over de aanbesteding. Het gaat over marktwerkende volumes, maar niet over de kwaliteit die gevraagd wordt. En de vraag is of de wethouder daar iets meer over kan zeggen. Dank u wel, mevrouw Lasje. Heldere vragen. Verder geen vragen. Meneer Schuring, VVD. Ja, ik wilde graag ietsje meer naar de toekomst kijken. En daar zaten wij ons af te vragen in hoeverre, als we dit nou allemaal heel goed regelen en dit gaat een succes worden. De instanties en vrijwilligers die gaan dit laten werken. Wat gaat dat dan voor invloed hebben op de ontwikkeling van het openbaar vervoer? Gaat het dan ten koste daarvan? En wat gaat het dan vervolgens voor de echte afhankelijke cliënten worden? En daarnaast de kwaliteit borgen bij de instanties. We zitten nog een beetje te zoeken naar, het klinkt wel negatief als ik het zo zeg, maar zo bedoel ik het niet. Maar we schuiven het een beetje door naar de instanties of naar de instellingen en naar de vrijwilligers. Maar daar is niet die financiële ruimte. En om dan toch de kwaliteit te borgen, hoe gaan we dat dan doen? En
waar zit dat verankerd? Kunnen we dat verankeren? Mogen we er dan al van vinden? Of... Dank u wel voor de vragen. Meneer Royakkers, D66. Ik dacht opinierend ronde, maar ik heb ook nog twee vragen kunnen vinden, voorzitter. De eerste is, Steenwijker-Lans die maakt in de regionale opzet duidelijk een uitzondering. Die doen niet mee aan de aanbesteding, die hebben een heel eigen aanpak, omdat ze zelf het vervoer verzorgen. En mijn vraag is of dat onze gemeente daar contact mee heeft gehad en of dat die ervaringen van Steenwijker-Land op welke wijze die mee gaan wegen in onze aanpak, onze voorgestelde aanpak die ter zijner tijd concreet zal worden. En de tweede vraag die ik heb is, dat heeft met vrijwilligers te maken. Ook hier gaan we weer een groot beroep doen op vrijwilligers, zoals in heel veel bereiken. Mantelzorgers, WMO, allerlei andere vrijwilligers die er nodig zijn, is er een gedegen onderzoek gedaan naar hoeveel aanspraak we kunnen doen op die vrijwilligers en of dat direct nog in zit. Want ik zie ook bij veel verenigingen dat het soms moeite kost om vrijwilligers te werven. En heeft de gemeentebestuur daar een visie op? Ook op langere termijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Royakkers. Een aantal vragen voor meneer Van Martels. Aan u de beantwoording. Ja, dank u wel, voorzitter. We moeten denk ik oppassen dat we niet de discussie van 1 juni jongstleden gaan overdoen. Want toen waren ook heel veel vragen ongeveer op dezelfde toon als vanavond. Het ging ook over vrijwilligerswerk. Welke rol krijgen de vrijwilligers? Worden ze niet overbelast? Wat is de rol van professionals? Hoeverre worden die verdrongen door het vrijwilligerswerk? Het zijn allemaal vragen, daar worstelen wij ook mee. Er zijn ook vragen waar je nog niet direct allemaal antwoord op hebt. Wat wel zo is, dat je weet van dat er ervaringen elders zijn waar dat op een prima manier kan. Steenwijker-Land is zo'n voorbeeld, daar draait het al helemaal op vrijwilligers. En je ziet dat daar mogelijkheden liggen. En als het gaat over dit onderwerp, dan hebben we gezegd van laten we nou kleinschalen beginnen. En dan langzaam toegroeien naar een integraal model waarin alle aspecten aan bod komen. Maar waarbij we wel steeds zeggen van laten we nou kijken wat lokaal mogelijk is. En in die verkennende fase zijn we nu. Wat is er lokaal mogelijk met allerlei vrijwilligersorganisaties en met behulp van de welzijnsorganisaties Landsteden en Zwol? Wat kunnen we samen op touw zetten om in ieder geval te kijken wat kunnen we zelf doen? En vervolgens kijken we van zijn er nog lacunes? En dat vullen we dan op met een aanbesteding in een grote regionaal verband. Maar ik denk dat we niet te voorzichtig hoeven te zijn als het gaat om de vrijwilligers proberen te bereiken. Want je ziet gewoon dat er op tal van gebieden, nu Leuze hebben natuurlijk ook dat voorbeeld, hebben succesvolle trajecten al afgerond. En dan blijkt het prima te werken. Dus we zijn wel echt voorzichtig. We beginnen kleinschalig, we groeien er als het ware langzaam in. En we kijken naar de goede ervaringen en overal waar we succes boeken. Daarvan kunnen we dan ook leren en zeggen van, nou dat is een traject dat we kunnen in de toekomst verder uitbouwen. Dus ik denk dat dat in ieder geval een basis is om mee te beginnen. Dus het laaghangende fruit proberen te bereiken en daarmee nu als eerste aan de slag gaan om het punt waarvoor we nu staan, de regiotaxie vervalt per 1 januari 2017. Daar moeten we nou direct op korte termijn al een oplossing voor zien te vinden. En op die manier gaan we mee aan de slag. En ik denk dat ook heel goed beschreven staat in de achterliggende stukken van hoe we dat willen doen. Ik denk niet dat ik dat nu allemaal hoef te gaan benoemen, maar we hebben wel degelijk goede ideeën daarover. Deze week zitten we bijvoorbeeld ook de trefkoorden met Landsteden een avond te organiseren. Kijken hoe we bewoners kunnen betrekken, hoe kunnen we kleine vrijwilligersorganisaties bereiken om iets op touw te zetten. En ik neem ook aan dat u het vrijwilligersbeleid in de gemeente Dalfsen heeft u ondersteund. En dan zien we ook dat we ook ambities hebben om vrijwilligers in te zetten op tal van terreinen. En we zien daar ook mogelijkheden toe, want het vrijwilligerswerk is natuurlijk... ziet er anders uit dan in het verleden. En iedereen is ook wel geïnteresseerd om vrijwilligerswerk te doen. Maar het gaat vooral om die trajecten die overzichtelijk zijn. En waar men het gevoel heeft dat men direct een bijdrage kan leveren aan een actueel probleem. Het is heel moeilijk om bestuurders te vinden en vrijwilligers te vinden voor bestuurlijk werk. Dat weten we ook allemaal. Maar voor dit soort klussen bestaat ook veel animo. De voorbeelden zijn talrijk. En laten we het proberen op die manier invulling te gaan geven aan dit beleid waar we nu voor staan. Dat zou als eerste, dat is een algemeen antwoord op de verschillende vragen die hier bij me zijn gekomen. En meneer Ellenbroek, u stelde de vraag waar kan de concurrentie optreden.
Nou, er kan concurrentie optreden als we nou net in de andere volgorde gaan doen. Dat we eerst gaan zeggen, we gaan een professioneel instelling of bedrijf benaderen om te kijken wat er mogelijk is. En vervolgens zullen de vrijwilligers zeggen van, nou, dan blijven wij aan de kant staan. Dat is helemaal niet meer nodig, want alles is al geregeld. Laten we nou eerst kijken van de andere manier. Eerst de vrijwilligers benaderen. Wat is er dan mogelijk? En vervolgens de professionals in beeld laten komen. In die zin bedoelden wij dat. Tot zover, voorzitter. Dank u wel voor de beantwoording, meneer Van Martels. Wie wil hierop aanhaken? Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, ik had gevraagd naar de eisen aan of de invloed die uitgeoefend wordt op de welzijnsorganisaties. Is daar een code voor? Zijn er afspraken over? Wat wordt er gevraagd van die organisaties als het gaat om het regelen van het vervoer? Dank u wel, meneer Lasje. Mevrouw Rameman, CDA. Ja, ook op hetzelfde onderdeel. Van hoe is het gevallen bij deze instanties? Is het daar al mee besproken? En hoe is het daar gevallen om dit op te gaan pakken? Dank u wel. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, ik hoor de wethouder zeggen dat hij de vraag beantwoord is nu. Maar ik hoor eigenlijk een wat algemeen verhaal van nou, het gaat allemaal wel goed komen en we gaan niet al te voorzichtig doen. Maar volgens mij hadden we toch een aantal hele specifieke vragen gesteld. En ik zou er ook wel iets specifieker antwoord op willen hebben. Want een antwoord van het komt wel goed en we moeten niet te voorzichtig zijn, vind ik niet helemaal voldoende als ik vraag van, weet u wat het effect is op de werkgelegenheid als vrijwilligers een groter aandeel krijgen of bent u bereid dat te onderzoeken? En dat geldt ook voor de vraag die ik heb gesteld voor de mensen die eventueel in het reguliere openbaar vervoer meereizen, mensen die een beperking hebben. Dus ik snap de algemene beantwoording, maar ik vind dat even iets te gemakkelijk nu. Dank u wel, meneer Wildvank. Verder geen vragen meer aan de orde, dan wil ik meneer Van Martels vragen om de vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk niet de bedoeling om er gemakkelijk vanaf te maken, maar het is wel zo dat je heel makkelijk vragen kunt stellen over dit onderwerp zonder dat je alle antwoorden kent. En zo is het bij mij natuurlijk ook. Je kunt wel een inschatting maken op basis van de ervaringen hier in de gemeente zelf of in andere gemeenten. Daar putten we uit. Het is niet de bedoeling ook dat we allerlei onderzoeken gaan doen, in welke mate dat voor verdringing gaat zorgen. Want eerst zul je moeten aantonen van waartoe ben je zelf in staat. En dan pas kun je zeggen van, is er eventueel sprake van verdringing. Maar ons hele beleid is natuurlijk toch opgericht dat we de samenleving meer aan zet laten komen. En minder de overheid en minder regelen vanuit de lokale overheid. Dus laten we proberen de samenleving die dingen te organiseren die men mogelijk acht om te gaan doen. En daar hebben we heel veel vertrouwen in en dat moeten we ook uitstralen. En mevrouw Raamman, u vraagt van de organisaties, de welzijnsorganisaties, hoe staan die daar tegenover? Nou, die hebben dit positief ontvangen. We zijn er niet gisteren mee begonnen, we zijn er al langer met hen in gesprek natuurlijk. En ze staan positief, ze zien het als een uitdaging om dit goed op te pakken. En u zegt, er zijn ervaringen in Leemlerveld en dat is best moeilijk om iets tot stand te brengen. Ja, dat proeven wij natuurlijk ook. Neemt niet weg dat we nu in een situatie verkeren dat er helemaal geen mogelijkheden meer zijn om het goed te laten verlopen straks. En in Nuleuze, ja, daar hebben we een hele goede ervaring tot nu toe. Laten we proberen gewoon in de gemeentebreedte om dat allemaal goed op te pakken. En het is echt niet zo van dat ik zeg van het is allemaal heel gemakkelijk en we lossen dat vandaag op. Wat ik wel zeg, en dat probeer ik ook net in mijn eerste bijdrage dat antwoord te geven van laten we inderdaad kleinschalig beginnen om daarna grootschalig en ambitieus te eindigen. Dat staat ook in het stuk. En ik kan geen antwoorden geven op de vragen die u stelt, meneer Wildvank. Geen expliciete antwoorden. Maar ik neem ook aan, en ook de Raad blijft natuurlijk aan zet, om de ervaringen te peilen. De ervaring die we de komende jaar opdoen, om te kijken hoe de resultaten zullen zijn en hoe de ervaringen zullen zijn. En ik zou zeggen van, hou dat goed in beeld. En waar u vorige keer nog het meeste mee worstelde, was het feit van, toen ging het over Movares en over, die dragen natuurlijk allerlei alternatieven aan. Die hebben ook ervaringen elders. U zei dat visgraadmodel, kijk daar goed naar, hebben goed naar gekeken. Dus wat ik graag had gehoord vandaag is natuurlijk van, de keuzes die we nu hebben gemaakt naar aanleiding van het stuk dat we 1 juni hebben besproken, hebben wij de juiste keuzes gemaakt. En kunnen we op basis daarvan op een goede manier dit vraagstuk aanvliegen. Meneer Wildvank, uiteraard. Ja, nee, ik snap heel goed dat u van ons ook wat antwoorden te goed hebt. Dat is helemaal terecht. Maar waarom ik daar toch even op blijf haken, dat is ook wel een beetje omdat
we ook al in een ander verband hier eens hebben gesproken over participatiewet en de doelstellingen van die participatiewet. En dan is de doelstelling daarvan om mensen aan een betaalde baan te helpen. Vervolgens lees ik in de onderliggende stukken dat de participatiewet wordt gebruikt om vrijwilligers in te gaan zetten. Dat lijkt me nou net en bijna tegenstrijdig aan de doelstellingen. Dus daar ben ik een beetje huiverig voor dat in dit verband een aantal zaken worden geregeld straks onder de noemer participatiewet. Waarbij de doelstelling van die wet nou juist helemaal niet is om vrijwilligers daarin te zitten, maar juist mensen aan het werk te helpen. Dus daar zit een beetje mijn aarzeling van. Zijn we hier nou niet aan de ene kant wel misschien wel de goede dingen aan doen, maar met wellicht de verkeerde middelen? Dank u wel, meneer Wildfank. Meneer Royakkers. Even als aanvulling en misschien als handreiking richting de wethouder. Ik heb niet voor niks melding gemaakt van de afwijkende positie van Steenwijkerland. Volgens mij doen die al een hele lange tijd wat DALS voor een belangrijk deel ook voornemens is te doen. En daar zou je dus ook rechtstreeks in die gemeente de antwoorden kunnen vinden op een paar van die concrete vragen. Zoals ook door de heer Wildfank zijn gesteld van welk effect heeft dit, hoeveel vrijwilligers, verdringing arbeidsmarkt, participatiewet. Dan hebben ze wie doet de planning. Waarschijnlijk hebben ze daar heel concrete antwoorden op en dat zou kunnen helpen bij de voorbereiding van deze zaak. Dank u wel voor deze aanvulling, meneer Royakkers. Misschien mag ik daar nog even op reageren. Natuurlijk. We hebben zeker contact met Steenwijkerland. En Steenwijkerland kent wat dat betreft al een langere traditie dan wij die hebben. Dus, en je ziet ook dat ze die goede ervaringen, die zijn dusdanig dat ze ook zeggen, we willen op dezelfde manier doorgaan. Omdat het blijkbaar heel goed werkt. En wij moeten nog langzaam zeker naar dat model gaan toegroeien. En ik zou zeggen, gun ons die tijd, want daar gaat het om. Dank u wel, meneer Van Martels. Meneer Lasje wil nog reageren. Ja. Mevrouw Lasje, dank u neem wel. Me die kwalijk. Dank u wel, voorzitter. Ja, neem het wel. Ik had nog een vraag aan de wethouder gesteld. En ik hoop dat ik hem nu nog een keer stel, voor de derde keer, dat ik dan antwoord krijg op de vraag over de eisen die gesteld worden aan de welzijnsorganisaties. Ja, dan heb je vaak bij zulke vragen waar je direct, niet direct een antwoord op hebt, dat je dan even verdrinkt zo langzamerhand. Maar misschien dat meneer Bolhuis, voorzitter, die vraag kan beantwoorden. Meneer Bolhuis, aan u. Het is natuurlijk heel erg afhankelijk van het uiteindelijke concept wat het gaat worden. Eigenlijk op heel kleine schaal gebeurt het al met vormen van vrijwilligersvervoer. En dan gaat het met name om bemiddeling. In Lemmelenveld heb je de algemene hulpdienst. In Hoornhorst is er een deelauto. Landstede heeft ook hier in Dalsen op heel beperkte schaal een vervoersservice. Het is gewoon het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Iemand heeft een vervoersbehoefte en die meldt dat en een welzijnsorganisatie in dit geval zoekt daar een vrijwilliger bij die in principe met zijn eigen auto het ritje verzorgt. Het stelt eisen, althans op deze schaal nog, aan een soort van matching. Een goede selectie van vrijwilligers. De vrijwilliger zelf in het huidige concept reist gewoon met zijn eigen auto. Er wordt 30 cent per kilometer afgerekend en veel ingewikkelder dan dat is het niet. Alleen als je dus zegt van ja, we willen dat wat uitbreiden, dan komt er iets meer bij kijken, qua planning met name. En ook de mobilisatie van vrijwilligers. Ja, dus dan wordt de schaal wel een klein beetje anders. Dus maar de eisen aan een vrijwilligersorganisatie zitten meer in de capaciteit, hè, van meer ritten, meer bemiddelingen dan in de kwaliteit. Dat is eigenlijk wat ik op dit moment op uw vraag kan beantwoorden. Ja, dat mag ik voorstellen? Dat wel, de discussie wordt gevoerd met de wethouder. Oké, dan voert de discussie met de wethouder. Ik heb het antwoord al gehoord. En dat roept bij mij de vraag op dat we nu allerlei eisen stellen aan, bijvoorbeeld over een verklaring van goed gedrag voor vrijwilligers. Nu moeten vrijwilligers die bijvoorbeeld meereizen met mensen met een beperking, moeten een bepaalde opleiding hebben, moeten bepaalde kennis en vaardigheden hebben. Om dat soort dingen ging het mij van. Hoe kunnen we nou met elkaar borgen dat als het door vrijwilligers gebeurt, door vrijwilligersorganisaties, dat het ook inderdaad op een verantwoorde manier gaat. En in mijn optiek moet je dat gewoon vanaf het begin goed regelen. Niet als er
dingen gebeuren, dan zeggen, oh, hadden we beter moeten regelen. Dat is op de achtergrond van mijn vraag, van hoe gaan we zorgen dat we dat goed doen. Heldere vraag, meneer Van Martels. Nou, in het stuk kunt u ook lezen dat het voorbeeld wordt genoemd bij die 12 vrijwilligers, dat die verklaring van goed gedrag dat ook geëist wordt. Maar er is meer dan dat. En het is inderdaad belangrijk om daar heel veel aandacht aan te besteden. Je moet natuurlijk niet alles dood gaan slaan. Maar de eisen die we kunnen stellen in redelijkheid, die moeten we natuurlijk goed in acht nemen en daar aandacht aan besteden. Dat zullen we ook zeker doen. Dank voor uw opmerking. Dank u wel, meneer Van Martels. Mag ik uw opinie vragen? Of heeft u nog vragen, meneer Schuring? Brandt nog een lampje ergens? Hij is weer rood. Een beetje twijfelachtig. Want ik zit een beetje te. Ik hoorde net het vraag en aanbod bij elkaar brengen. Iemand wil graag gechauffeerd worden en iemand anders die heeft de mogelijkheid om dat te doen. Daar zijn taxicentrales voor. Een regiotaxi is er dan op dat moment eventjes niet meer. Maar er zijn nog andere taxicentrales. En we kennen het internationale voorval van Uber, waar juridische problemen uit ontstaan als je dat op die manier wil gaan regelen. Als we dat nu als gemeente gaan regelen, komen we dan in juridische problemen. Misschien het verschil zit hem in een paar dingen. Er wordt Steenwijkerland werd als voorbeeld genoemd. Onze voorbeelden liggen ook op een ander vlak, met name in Kampen. Die zijn ook al wat verder hiermee met hun welzijnsstichting. Je moet er geen alternatief voor de normale taxi van maken, hè? Want dan ben je gewoon zwaar concurrentievervalsend bezig. In de gemeente Kampen wordt gewerkt met een soort abonnement. Mensen die dus een vervoersbehoefte hebben, maar toch om met name leeftijd of medische reden of sociale reden zich niet zelfstandig kunnen vervoeren, die kunnen dan voor een bijna symbolisch bedrag van 15 euro of 20 euro een soort abonnement krijgen op die vervoersservice. En die worden dus dan via zo'n soort van bemiddeling vervoerd. En die betalen dan 30 cent per kilometer voor. En met name die twee elementen, hè, dus en het is een gesloten systeem, want het werkt volgens een soort van indicatiestelling. Dat is wel iets anders dan de hele professionele, maar toch, je hebt een abonnement. En de prijs van 30 cent per kilometer, die wordt gezien als onkostenvergoeding. Dus men verdient er niet aan. En dat maakt het dat het zich onderscheidt van een gewoon taxibedrijf. Dus het is in juridisch opzicht wat dat betreft geregeld. Maar goed, dan nog heb je precies dezelfde dingen die mevrouw Lasje ook al zei. Er wordt natuurlijk wel een selectie gemaakt van vrijwilligers. En je kijkt ook inderdaad, hebben ze een ongevallenverzekering, hebben ze een vrijwilligersverzekering. De auto die ze hebben, is die een beetje in goede staat. Dus daar wordt natuurlijk wel op gelet. Dank u wel voor deze toelichtende beantwoording. En ik wil graag uw opinie op de richting die nu wordt voorgesteld. En wat wilt u meegeven nog? Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, nou ja, de wethouder vroeg net al terecht dat hij ook wel wat reacties wil horen. Ik weet niet of ik helemaal aan zijn behoeften kan voldoen, maar ik geef in ieder geval wat reactie. Ik ben op zich wel positief verrast door de regiovisie, moet ik zeggen. Want het gaat daar niet alleen maar over WMO-vervoer. Er komen echt wat dingen bij elkaar, komen dingen samen. Want naast aanbochtgericht is er ook nog eens een keer vraaggestuurd. Vraaggestuurd vervoer tijdens daluren wordt dan met name ook genoemd. Dat zijn goede onderwerpen, net zo goed als het flexibele systeem waarin diensten kunnen worden gecombineerd. Openbaar vervoer, taxipakketten en op termijn mogelijk zelfs zittend ziekenvervoer. Nou, de samenwerking met de gemeente is heel nadrukkelijk gezocht. Ik denk dat het ook een goed aspect is. En het uitgangspunt wat daar gehanteerd wordt en wat ik onderschrijf, regionaal wat moet, lokaal wat kan. Dus positief in grote lijnen over die regiovisie. Er zitten wel een paar kritische kanttekeningen bij. Nou, het is net ook al uitgebreid aan de orde geweest. Er wordt heel nadrukkelijk de vrijwilliger. Daar wordt nogal nadrukkelijk iets van gevraagd en daar hebben we wat twijfels bij of dat niet te veel gaat worden van het goede. En of er al dan niet sprake is straks van arbeidsplaatsverdringing. Dat zullen we dan mee gaan maken, omdat dat
voor zover we kunnen zien, wel wat in strijd is met de primaire uitgangspunten van de participatiewet. Dus dat beroep op die vrijwilligers vinden we een moeizaam punt. Dat geldt ook een beetje voor de stelling die er ergens staat, dat de OV-reiziger niet de primaire doelgroep van de gemeente is. Nou, dan kan je zeggen dat is logisch, maar voor de toekomst kunnen we dat toch niet helemaal goed snappen, want de gemeente zou dan juist een verbindende rol hier moeten spelen. En dat zou dus ook kunnen gelden voor het openbaar vervoer. Dus ik zou dat niet direct van ons weg willen schuiven, die OV-verantwoordelijkheid. Dat leidt ertoe dat ik een aantal uitgangspunten zou willen meegeven die in ieder geval voor ons, voor de Partij van de Arbeid, relevant zijn. 1. Het huidige openbaar vervoer minimaal handhaven. En zo mogelijk zelfs uitbouwen, maar minimaal handhaven. En dan vervolgens het onderliggende vervoer daarin in de vorm van een visgraad inderdaad toepassen. Nou, de aanbestedingen moeten wel voldoen aan een duurzaamheidsambitie. Het is niet alleen maar het regelen van kilometers. En vrijwilligerswerk zou toch geen arbeidsplaatsen mogen verdringen. Dat zou ik toch ook als uitgangspunt willen handhaven. En blijft over ook om te kijken naar mogelijke combinatie met nog weer andere vormen van vervoer, leerlingenvervoer bijvoorbeeld, om die ook hier bij onder te brengen. Nou, dat zijn een paar randvoorwaarden, uitgangspunten die ik zou willen meegeven. Overigens vind ik het geheel genomen wel heel positief dat het hier nu ligt. En zijn wij, je zou een andere indruk kunnen hebben, maar zijn we wel positief over datgene wat er ligt. Dat zou ik toch ook als compliment nog wel mee willen geven. Dank u wel voor deze woorden, meneer Wildvank. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een stuk over de toekomst van het doelgroepenvervoer. Onze fractie steunt de grote lijn die in het voorstel wordt beschreven. De integrale uitwerking en de positieve grondtoon. Er wordt veel benoemd en de uitdaging is groot. Tegelijk vragen we ons soms wel af wanneer de rek eruit is. De rek als het gaat om wat we als overheid niet meer doen en wat we bij onze inwoners neerleggen. En waarbij we van hen verwachten dat ze het allemaal zelf kunnen en zelf zullen gaan doen. We zijn beslist geen voorstander van het pamperen, maar wel van goede, bereikbare en betaalbare voorzieningen. Naast deze algemene opmerking hebben we 5 punten waar ik iets over wil zeggen. Het eerste is uitgaan van eigen kracht en de vervoersbehoeften van mensen. Dat is een prima uitgangspunt en tegelijk een hele lastige. Want meer eigen regie en het stimuleren van eigen kracht kan ook de vervoersbehoeften juist vergroten. In de notitie wordt de vraag gesteld, gaat het om minder vervoersvoorzieningen en dus vooral bezuiniging? Of gaat het erom dat meer mensen meedoen in de samenleving, ook als dat meer vervoersvoorzieningen vraagt? De notitie gaat ervan uit dat het samen kan gaan. En dat is een goed streven, maar in de praktijk zal dit niet altijd eenvoudig zijn. Onze fractie kiest heel duidelijk voor meer mensen mee laten doen, ook als dat meer maatwerk vraagt. Het tweede punt, over wat lokaal kan, of lokaal wat kan en regionaal wat beter. Dit kan veel opleveren en we onderschrijven de visie dat verschil mogelijk moet zijn. Activiteiten en dagbesteding meer lokaal organiseren is een goed streven, ook vanuit het perspectief van onze eigen zorgondernemers. Tegelijk blijft maatwerk erg belangrijk. Soms is er lang gezocht naar een passende plek voor dagbesteding en veranderen is niet altijd wenselijk of mogelijk, en zeker niet op korte termijn. Daarnaast gaat het in het doelgroepenvervoer soms om heel kwetsbare mensen die vaak specifieke en vaste begeleiding nodig hebben. Het derde punt wat ik wil noemen is de vrijwilligers. Er is al meer over gezegd. Deze vervoersvisie drijft op de inzet van vrijwilligers. Het vinden van al die vrijwilligers zal een hele klus worden. Ze zijn immers overal hard nodig. En veel vrijwilligerswerk drijft nu nog op de jongere ouderen. Daarnaast klinkt vrijwilligerswerk als vrij, maar het is niet zo vrij. Veel organisaties en instellingen kunnen niet bestaan zonder vrijwilligers. Ter verduidelijking, de buurtbus van het Vechtdal draait op zo'n 40 vrijwilligers. En ik geloof dat Rozengaard hier in Dals evenveel vrijwilligers heeft als vast personeel. We vinden dit meer dan een uitdaging. Het kan een groot knelpunt zijn. En het heeft dan ook echt veel aandacht nodig. Het vierde punt. Het gaat over de grote rol van de welzijnsorganisaties. En daar hebben we het net al over gehad en ook over de eisen die er daar aangesteld kan worden. We willen dat toch de wethouder meegeven om daar steeds aandacht voor te hebben. Het laatste punt gaat over communicatie. Dit is de volgende transitie die op de inwoners afkomt. Het vraagt om een zorgvuldige communicatie en eerlijkheid. Leren van het proces rond andere transities. Als gemeente kun je denken dat er heel veel gedaan is aan communicatie, maar de praktijk is dat men pas gaat lezen als het actueel wordt. En denk hierbij ook eens aan de groep mantelzorgers. Zij zijn vaak degene die zaken rond vervoer regelen. En wees ook reëel in de communicatie naar inwoners. We kunnen niet voor minder geld hetzelfde blijven doen. Wees daar ook helder in.
Voorzitter, samengevat. We kunnen instemmen met de uitgangspunten. En als kanttekening hebben we benoemd. 1. Mensen meer aanspreken op eigen kracht mag niet ten koste gaan van het meer meedoen. 2. Meer inzet op lokaal is prima, maar hou oog voor kwetsbare gebruikers. 3. Denk niet te licht over het vinden van voldoende vrijwilligers en let op het gevaar van verdringing van werk. 4. Bij het uitwerken van de grote rol voor welzijnsorganisaties let op kwaliteit en een juiste verantwoording. En punt 5. De communicatie moet veel, gericht en eerlijk zijn. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw reactie, mevrouw Lasje. Meneer Ellenbroek, gemeentebelang. Ja, dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats zeggen wij u dank voor de wijze waarop u de koers uiteen heeft gezet voor het toekomstige WMO-vervoer. De huidige versnipperingen van het vervoer, veranderingen en bezuinigingen in de zorg en het aflopen van enkele vervoerscontracten vragen om een nieuwe aanpak. Voorwaarde hierbij moet zijn dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving en naar school, werk, dagbesteding of een andere activiteit kan gaan. Bij de aanbestedingsmethode binnen de regionale samenwerking wordt in hoofdlijnen voorgesteld om op korte termijn volgens een reguliere uitvraag aan te besteden en op lange termijn een prestatieaanbesteding samen met gemeenten en aanbieders voor te bereiden. In die aanpak kunnen wij ons wel vinden. Op korte termijn minder kansen, maar meer zekerheid en op lange termijn op zoek naar een geschikte partner met voldoende vervoersexpertise en flexibiliteit om de vervoersoplossingen meer op maat in te kunnen richten. We lezen ook dat we op enig moment integraal kunnen gaan werken als het leerlingenvervoer ook instapt. Maar dan zegt u dat dit in theorie efficiëntievoordelen kan opleveren, maar het de vraag is of dit in praktijk kan worden gecombineerd. U gaat dus bij voorbaat al vanuit dat dit moeilijk zal worden. Verder is het ons bekend dat u momenteel met organisaties in de kern bezig bent een lokaal vervoerssysteem op te zetten. In Lemelveld bestaat al een service met een vrijwilligerspoel. Maar dit is allemaal nog op kleine schaal. Ook zullen de doelgroepen moeten worden geïnventariseerd om te zien om welke vervoerstromen het gaat. Op welke manier worden deze stromen gefinancierd? Welke vervoersmiddelen zijn aanwezig bij bijvoorbeeld instellingen en zouden ingezet kunnen worden? Voorzitter, in de stukken lezen we dat gemeenten streven naar beperking van vervoersbewegingen door activiteiten dichter bij huis te organiseren. Dit vinden wij ook een goed streven, maar het mag niet zo zijn dat de best passende opvang met een bepaalde expertise ondergeschikt wordt gemaakt aan de prijs. Mevrouw Lasje haalde dit ook al aan. Er is dit jaar nog veel te doen. Te meer omdat nog niet exact bekend is hoe een en ander georganiseerd gaat worden. Denk alleen maar aan het lokale vervoer. De organisaties zullen daarom de steun en expertise van het gemeentelijke apparaat hard nodig hebben. Wij wensen u veel succes en blijven graag op de hoogte van de voortgang. Dank u. Dank u wel, meneer Ellenbroek. Meneer Schuring, VVD. Nou, voorzitter. Ik ga hem kort houden. Vraag en aanbod bij elkaar brengen. Ik denk dat er al veel over gezegd is. De vraag dat zal, als de communicatie goed is, goed naar binnen komen. Het aanbod dat zal misschien nog een uitdaging worden. We willen het college daar dan ook alle succes mee wensen. Maar onszelf met z'n allen ook als maatschappij. En het puntje, het risico van de aanzuigende werking en tussen aanhalingstekens indicatiestelling. Ik ben ook wel benieuwd hoe die uitdaging gaat lopen. Maar de tijd zal het leren. Ik denk dat we door het klein op te bouwen, kleinschalig op te bouwen en dat uit te bouwen, het een goede kans gaan geven. En al doend leert men. Dus ik denk dat succes op zijn plek is en dat er gewoon een start gemaakt moet worden. Dank u wel, meneer Schuring. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen zijn wij het als D66 helemaal eens met de uitgangspunten. Dat zal u niet verbazen. En voor het overige wil ik het enigszins kort houden door te zeggen dat mevrouw Lasje wel een geweldig degelijk betoog heeft gehouden. Ik zou haar kunnen vragen om dit nog even te herhalen, maar ik denk dat u dat niet nodig vindt. Maar ik wil mij heel graag daarbij aansluiten. En er alleen kortzijdshalve nog wat aan toevoegen, anders gaat het helemaal herhalen en daar zit u ook niet op te wachten.
Het is zo dat met name de regionale invulling dat nog wel enig zorgen over hebben. Als je die stukken leest die daarover in de bijlagen zitten, dan bekruipt mij een enige ambtelijke zwaarheid. Ambtelijk taalgebruik, die stukken die ademen dat uit. En ik ben al zo bang dat er weer een hele organisatie bovengemeentelijk wordt opgetuigd voor aanbesteding en allerlei andere dingen. Daar wil ik toch wel even de aandacht voor vragen. Laten we dat alsjeblieft niet doen en laten we het licht houden. En verder mag ik nog even reageren op bijdrage van de heer Wildvang van de Partij van de Arbeid, die ook een heleboel goede punten had, maar die had één punt waar ik het absoluut niet mee eens ben. En dat is namelijk het handhaven van het bestaande OV. En daarbovenop allerlei dingen regelen. Want dat willen we nou juist niet. We willen nou juist niet parallel vervoer met OV. We willen nou juist niet geen lege en onrendabele bussen. En daar willen we juist alternatieven voor verzinnen. En wat wel goed is in zijn bijdrage naar mijn mening, is dat we, als we bestaand openbaar vervoer handhaven, dat we dan wel voor moeten zorgen dat het zo goed mogelijk toegankelijk is voor kwetsbare gebruikers en doelgroepen. Dus met die bijdrage, en dan heb ik nog een laatste, dan kunnen we niet, maar in plaats van het alleen maar in bij de experts houden, ook out-of-the-box denktanks maken we uit plaatselijke initiatieven. Samen met de mensen oplossingen te zoeken. En natuurlijk goed te kijken naar voorbeelden van andere gemeentes. Maar per saldo, daar was ik al mee begonnen. Goed initiatief, de uitgangspunten valide. En veel succes met de uitwerking. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ook het CDA dankt het college voor het duidelijke stuk, veelomvattend, maar zoals al gezegd nog veel losse eindjes. Communicatie daarin is dan ook heel erg belangrijk, want het betreft u wel een kwetsbare groep waar we het over hebben, die afhankelijk is van dit openbaar vervoer. Onze zorg zit wel dat er zwaar geleund wordt op de vrijwilligers en ook op de vrijwilligersorganisaties. Dus graag aandacht voor die goede ondersteuning, die is daar denk ik van groot belang om het op te kunnen zetten. We hadden nog als tip om te kijken naar mogelijkheden met eventueel asielzoekers. Er wordt een voorbeeld genoemd met Leemleveld Werkt, maar misschien kunnen we ook de asielzoekers daar toch een rijbewijs creëren of iets dergelijks en hun daar ook voor inzetten. Dat was het wel zover. Ik wens het college veel succes met de verdere uitwerking. Dank u wel, mevrouw Rameman. Wilt u daarop reageren, mevrouw? Meneer Van Mattels. Beetje in de war vandaag. Neem me niet kwalijk daarvoor. Zeker, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Mijn uitermate constructieve bijdrage is dat de vorige keer in juni was dat ook al het geval. En daar hebben we proberen zo goed mogelijk te vertalen natuurlijk naar dit stuk toe. En ik denk dat het voor een groot gedeelte ook wel gelukt is. Nog wel even een paar kleine opmerkingen. Huidige openbaar vervoer minimaal handhaven. Inderdaad, we voelen ons wel verantwoordelijk voor het openbaar vervoer gedeeltelijk. Maar het is niet zo dat we daar ook weer alle invloed op hebben. Het is niet zo dat wij dat allemaal regelen. Maar de lijnen waarvan we zeggen, ja, die moeten minimaal behouden blijven, daar hebben we natuurlijk ook wel een beeld bij. En we weten, als het gaat om buslijn 167, dat die waarschijnlijk wel gaat vervallen. Dat is al eerder herkenbaar gemaakt. Integraal werken, ja, daar proberen we ook langzaam instroom, ook van het leerlingenvervoer, de doelgroepenvervoer. Maar dat is pas 1 juli 2018, op zijn vroegst sprake van. Wanneer is de rek eruit? Stelt u terecht de vraag als het gaat om vrijwilligerswerk. Nou, die rek is er nog niet uit, denk ik. En ik weet ook wel dat optimisten die beloven vaak te veel en pessimisten verwachten te weinig. En probeert natuurlijk ergens, en volgens mij ligt de waarheid ook ergens in het midden, want er zijn nog heel veel mogelijkheden en de gemeenten die al genoemd zijn, die daar het goede voorbeeld betreft, zoals Steenwijkerland, die maken wel duidelijk dat er heel veel mogelijk is op dit vlak om nog het nodige stappen te zetten. En daar moeten we flink werk van maken. De communicatie, ja, die blijft uitermate belangrijk. Daar moet heel veel aandacht aan worden besteed. Proberen we ook zo goed mogelijk te doen, maar houdt u ons ook zo goed mogelijk bij de les als wij enigszins dreigen daar te weinig aandacht voor te hebben. Maar dat we het nu opinierend bespreken is van ons ook van groot belang om weer verder te komen. Het was geen verplichting om dat aan te bieden. Ik heb toen destijds die toezegging gedaan om alleen maar, ja, omdat ik het belangrijk vind dat ook de raad van begin tot eind betrokken is bij dit onderwerp, omdat het zo van groot belang is.
En daar willen we dus veel aandacht aan besteden. En, maar blijft voor ons wat dat betreft vinger aan de pols houden. Dank voor de suggestie ook, mevrouw Ramerman, ook om te kijken naar alternatieven. Ook als voor asielzoekers, of wat daar voor mogelijkheden liggen daar nog. Om die bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te laten doen. Ik denk dat het een goede suggestie is. Ik vraag me alleen een beetje af in het vervolgtraject. Wanneer nou de raad weer aan zet is. Ik bedoel, we hebben wel een heel schema gemaakt. Maar er staan op het moment na de aanbesteding, of is het misschien toch van belang om eens een keer weer over dit punt van gedachten te wisselen. Of in ieder geval op het RIS aan te bieden hoe de stand van zaken is. Dat proberen we zo goed mogelijk te doen. Hier wil ik bij laten, voorzitter, voor dit moment. Een punt. Ik was aan de afronding toe, meneer Rooijakkers. Dat staat u vrij, maar de wethouder heeft het over de aanbesteding. En ik wilde, we hebben het niet over de voorwaarden van die aanbesteding en al dergelijke zaken gehad. En als ik goed begrijp uit de stukken, zijn er twee fases. En is het zo dat als hij het over aanbesteding heeft, dat hij het over aanbesteding heeft totdat de tweede fase ingezet kan worden, namelijk een termijn van ongeveer 1,5-2 jaar. Is dat correct? Want ik zou een beetje willen waarschuwen tegen aanbestedingen voor erg lange termijn. Daar hebben we al wat eerder tegen aangekeken. Dat moeten we denk ik in deze zaak vermijden. En een tweede handreiking die ik wilde doen, ik ben het even vergeten, omdat er wat pessimistisch gedacht over mogelijkheden voor efficiëntieverbetering door combineren van vervoerstromen. En ik zou toch een nadrukkelijke overweging willen geven om bijvoorbeeld leerlingenvervoer, vervoer voor werkvoorziening en vervoer voor dagbesteding. Ik ga u onderbreken, meneer Rooijakkers. En om te zorgen dat die tijden zo liggen dat je wel kunt combineren. Dank u wel voor de nagekomen mededeling. Maar de laatste is ook zeker de bedoeling. Als u dat schema ziet bij de bijlagen, dan kunt u precies zien wanneer de instroom plaatsvindt van alle verschillende verkeersstromen. Dus daar gaan we volop aandacht aan besteden. Ik wil mevrouw Lasje nog het woord geven. Ja, dank u voorzitter. Even een kleine aanvulling op wat de wethouder zei over het op het RIS zetten of iets dergelijks. Maar ook een bespreking hier in de raad. En dat is ook waarom de raad er de vorige keer om gevraagd heeft. Geeft ook een stukje aan het belang van dit onderwerp. En het is ook weer een klein onderdeeltje van de communicatie. Als dingen hier besproken worden, komt het in de krant te staan. Als het goed is, komt er nog weer een verslagje van. Dat werkt ook mee aan de mensen in het dorp op de hoogte houden van de dingen die spelen. Dus naast dat we er graag, of we zo'n belangrijk onderwerp willen meedenken, is het ook gewoon goed om dat voor het oog van onze inwoners te doen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor deze aanvulling. En ik heb een aantal opmerkingen samengevat vanuit bespreking van dit onderwerp. En met name de vrijwilligers en de vrijwilligersdruk. En ook de druk op de vrijwilligersorganisaties waar de commissie zorgen over uitspreekt. Het uitgangspunt, iedereen mag meedoen op eigen kracht voor zover mogelijk. Vraag en aanbod bijeenbrengen, waarbij maatwerk niet uit het oog verloren moet worden. Zorg voor de doelgroepen, dat werd net ook nog aangevuld. En de combinaties daarbij zoeken, maar ook de verschillen daarbij oppakken. Lokaal oppakken en uitbouwen, dat wordt de uitdaging. En er is met name aandacht gevraagd voor verdringing van betaald werk. Dat is voor u dan om mee te nemen. Bij de aanbesteding werd opgemerkt duurzaam aan te besteden, waarbij ook kwaliteit en kwaliteitsborging van belang is. De termijnen werden genoemd bij de aanbesteding, niet te lang dus. En de communicatie. Als laatste, mevrouw Lasje gaf daar al een oproep op. Transparant, begrijpelijk, voor alle betrokkenen, ook toegankelijk. En waarbij ook het alternatief om te onderzoeken asielzoekers of mensen met een status mogelijk ingezet zouden kunnen worden als vrijwilliger. U gaf aan de stand van zaken in ieder geval met ons te delen. En ik wil u vragen, u gaf aan op het raadsinformatiesysteem, daar blijft u bij. Nou, we kijken gewoon wat wenselijk is en voor de hand liggend is. Dus laten we dat vooral doen. Want er gaat zoveel gebeuren de komende maanden. Dat even in goed overleg moet plaatsvinden, ook met de agendacommissie denk ik, om te kijken wat het wat wenselijk is. Dank u wel, dat zullen we zo meenemen. Dan is hiermee het agendapunt toekomst WMO vervoer voldoende besproken. Dank u wel voor de ondersteuning, meneer Bolhuis. Dan gaan we naar agendapunt 6, vaststellen van de besluitenlijst van 18 januari 2016. Wie heeft daarover vragen, opmerkingen?
dan stel ik de besluitenlijst vast van 18 januari 2016. Ga over naar de sluiting. Ik dank u allen hartelijk voor uw inbreng, voor de discussie, voor uw aanwezigheid op de tribune en voor het meekijken thuis. En ik sluit hiermee formeel de vergadering.